Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en er is nooit beweerd dat dit een wekelijkse show was. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze lang verwachte nieuwe aflevering van De Preek. Een show gelijk het journaal, maar van Den Aldi. En we kunnen deze week moeilijk anders beginnen dan het toch even over de gemeenteraadsverkiezingen te hebben. Martien, zijn jullie er klaar voor? Het is zover. Ja, het is zover. Laten we er snel komaf mee maken. Vlaanderen is 2/5 Chief en 3/5 N-VA. Proficiat Vlaanderen. De winnaars van de verkiezingen zijn Groen, Vlaams Belang en PVDA. Maar mogen ze ook meebesturen? Nee, want de verliezers houden nog genoeg over. Laten we de zaken eens van dichterbij bekijken. Zo is er Gent, waar het kartel Spa-Groen overduidelijk de grootste partij is. Maar helaas heeft Mathias de Klerk van Open VLD het meeste voorkeurstemmen gehaald en daarom wil hij burgemeester worden. Hetzelfde mopje lappen ze ons in Oostende, waar de stadslijst de grootste partij is, maar Bart Tommelijn heeft het meeste voorkeurstemmen en wil burgemeester worden. Ook al wordt een burgemeester nooit rechtstreeks verkozen, toch lijkt het erop alsof Bart Tommelijn de sjerp zal mogen dragen volgend jaar. Zo ziet je maar, kinderen, als je het spel niet kunt winnen, moet je de regels veranderen. En dan gaan we door naar Antwerpen. N-VA houdt de macht. Wat had je gedacht? Eigenlijk zouden ze een coalitie moeten vormen met Groen. Ouch. Zoals de stoïcijnse ridder dat hij is, is Bart De Wever natuurlijk direct in actie geschoten om het bestuur samen te krijgen. Ja, dat was niet de video dat ik bedoelde. Wacht, ik heb het. Oké, maar mopjes terzijde. Dit was wel degelijk de video die ze eerstdaags na de verkiezingen publiceerden op YouTube. Maar Bart De Wever is wel in actie geschoten. Helaas wil Groen niet met hem meewerken. Als het van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever afhangt, dan wordt zijn stad vanaf januari bestuurd door een coalitie van N-VA, SPA en Open VLD. En ja, dat is raar dat de N-VA met de sossen zouden samenwerken. Zelfs de VRT wees ons erop dat... De socialisten zijn in Antwerpen de grootste verliezers van de verkiezingen. Laten we eens kijken wat dat er eigenlijk mogelijk is in Antwerpen. Groen wil niet samenwerken met N-VA, dus moeten ze wel coalitie aangaan met SPA of Vlaams Belang. Want met CD&V en Open VLD halen ze geen meerderheid en CD&V willen ze er sowieso uit en met de communisten wil toch niemand niet samenwerken. En dat brengt ons dan tot Ninove, een stad bekend om deze video. Dames en heren, welkom in Ninove. Het resultaat daar is een pareltje van politiek. Forza Ninove haalt 40%. Forza Ninove is de partij van Guy Daasleren, een Vlaamse belanger. En gezien dat er nog steeds een cordon sanitair heerst, wil niemand met Forza Ninove samenwerken. Je zou nu kunnen denken, de blauwe en die grijze en de N-VA zouden kunnen samenwerken. Maar de N-VA zegt, wij hebben veel verloren, wij gaan sowieso in de oppositie. Zo geraakt je natuurlijk nergens. De N-VA zijn trollokkes. Luister, Ninove. Het gaat niet lukken, maar een minderheidsregering kan ook. Bereid u voor op anarchie en overdreven lange gemeenteraden. Als toemaatje hebben we hier nog nieuws uit Zelzaten. De SPA heeft er een bestuursakkoord gesloten met de radicaal linkse PVDA. SPA houdt een cordon sanitair in stand tegen extreem rechts, maar niet tegen extreem links. Nee, het Vlaams Belang wordt nazi's genoemd door anderen, maar de PVDA noemt zichzelf gewillig communist. Afhankelijk van uw politieke voorkeur kunnen u juichen, treuren, lachen, maar over één ding kunnen we het allemaal eens zijn. De echte winnaar van deze verkiezingen is Ginny Beels, want zij mag door naar de grote jongenspolitiek. Proficiat Ginny, ik kan niet wachten tot de volgende beschuldiging. En dan gaan we nu over naar internationaal nieuws. In Engeland loopt de Brexit heel goed. Links en rechts, iedereen is tevreden. We have 26 pages of waffle. In het fascistische Italië worden de dingen weer rechtgezet. De scheve toren van Pisa in Italië staat iets minder scheef. En hoeveel graden minder scheef staat hij? De toren staat nu
4 centimeter rechter. Tja, dat is geen wiskunde. En dan was er ook nog dit. Het is Black Friday. Black Friday is een Amerikaanse term uit de marketing. Dus vroegen we het aan onze economie-specialist. Black Friday. Niet te verwarren met Bloody Sunday. Dat gaat de dag na Thanksgiving's Day, maar voor Cyber Monday. Dat is zoals Sint Valentijn. Allemaal Amerikaanse commerciële feesten die hier binnengebracht zijn voor de moneten. En ter vervanging van christelijke feesten zoals Pasen, waar de klokken van Rome vervangen worden door de paashaas, zoals alle heilige dat vervangen wordt door Halloween, zoals het kerstkindje dat vervangen wordt door de kerstman, een slechte kopie van Sinterklaas, en al die feesten worden voortaan vervangen door Amerikaanse commerciële zever, behalve de islamfeesten. Ah, nee, daar mag niet aan geraakt worden. Het suikerfeest en Ramadan, dat is allemaal halal. Wel, ik zeg hier, weg met die islamitische zever en hashtag fuck de Amerikaanse bullshit. Ik dank u, Europeanen. Je weet wat doen. En dan keren we nu terug naar eigen land. De gamesector heeft een website gelanceerd voor ouders die met vragen zitten over veilig gamen. Er is geen enkel goed spel deze maand uitgekomen buiten Red Dead Redemption 2. Zeg het aan uw ouders. Stad Antwerpen zakt elk jaar een paar millimeter weg. En dat komt waarschijnlijk door de dikke nekken. Hoe maak ik een filmpje voor YouTube? Je pakt een controversieel onderwerp, je speelt advocaat van de duivel en niet te vergeten gezocht voor een leuk intro-muziekje. En onze favoriete Charles kwam deze week ook weer in het nieuws. Premier Michel doet er alles aan om een regeringscrisis te vermijden. Het gaat regeringscrisis worden, kinderen. Het is niet heel duidelijk over wat het nu juist gaat. Daarom hebben we het even samengevat. Wat is de zin om naar een circus te gaan? Mijn goede vriend Peter de Rover... Blijf thuis. Als vervuiling. Baby shark, je niet engageert. En dan heb je nog de hele week lang dit gehoord. Gele hesjes. Gele hesjes. De gele hesjes. De gele hesjes. De boze burgers. De gele hesjes. De gilets jaunes. Gilets jaunes. Gele hesjes. Gele hesjes. De gele hesjes. Gilets jaunes. Anarchist. De gele hesjes. Gele hesjes. De gele hesjes. C'est vraiment une bonne cause à la base. De gilets jaunes zijn een volksbeweging die overgewaaid is uit Frankrijk. Ze protesteren tegen de hoge naftprijzen en de hoge belastingen. Ja, 21% voor elektriciteit. Merci Maurice. In Frankrijk worden deze mensen ultra-rechts genoemd en in Vlaanderen spreken we over dom-linkse marxisten. Nu, de waarheid is heel simpel. Dit is een volksbeweging en het volk bestaat uit linkse en rechtse. Er zullen waarschijnlijk ook een paar ettertjes tussen de redelijke mensen zitten. We kunnen het allemaal over één iets eens zijn. Taxen zijn kut. En dan komen we nu bij het hoofdpunt van deze aflevering. De Vlaamse Jeugdraad heeft 4 nieuwe adviseurs voorgesteld. En waarom is dit nieuws, Martien? Ze komen in de plaats van even zoveel jongeren die ontslagen werden omdat ze een inbreuk gepleegd hadden op het interne reglement. Volgens mij vertelt ze niet alles. Ze waren namelijk lid van de rechtsradicale groep Schild en Vrienden. Ah, voilà, nu komen we er weer. Voor zij die het niet mee weten, op 12 september, een week na de Pano-reportage over Schild en Vrienden, kwam dit op het nieuws. De Vlaamse Jeugdraad ontslaat vanavond 4 van zijn jongere adviseurs omdat ze lid zijn van Schild en Vrienden. En je weet direct hoe dit zo snel is kunnen gebeuren. Tjiat van Pijnbroek zat vroeger in de jeugdraad. Maar goed, 4 adviseurs tekort wil ook zeggen dat ze 4 nieuwe adviseurs moeten aanpakken. Het was vooral een hot topic aan de rechterzijde, omdat... De nieuwe jongere adviseurs hebben allemaal een migratieachtergrond. En ik vond dit een interessant onderwerp, omdat 1 van die 4 nieuwkomers Ivo Chimboa is. Nu, Ivo is een Vlaamse YouTuber, vooral bekend van deze video. Welkom bij de zelfmoordlijn 1813. En voorgezegd dat die video ongepast is, ze hebben het toch niet opgepakt. Alle beantwoorders van de zelfmoordlijn 1813 zijn momenteel in gesprek.
De kritiek op Ivo kwam veelal van éénzelfde website, waar dat we dit te lezen kregen. Nu blijkt zelfs één van de vervangende raadsleden, de 21-jarige Ivo Shimwa, niet te beschikken over de Belgische nationaliteit. Ivo heeft kennelijk geen Belgische nationaliteit en dat zou kunnen kloppen, want hij is hier niet geboren. Maar we kregen ook dit te lezen. Eén van hen bezit bovendien de Belgische nationaliteit niet en zou amper Nederlands praten. Het klopt. Ivo spreekt met een accent en hij spreekt redelijk gebroken Nederlands. Maar kent jij iemand anders die het woord broer op frituur kan laten rijmen? Stop het, broer. Stop. Anders maak ik van jou een kip op de menu van je frituur. Ik zeg het maar, hè. Mijn probleem hier is zeker niet Ivo. Mijn probleem is de jeugdraad. Deze democratische adviesorganisatie laat slechts de helft van zijn 16 leden verkozen worden door de jeugd, die zij zogezegd vertegenwoordigen. En ja, Martien kan wel dit zeggen. De nieuwe adviseurs komen uit de opvolgerslijst van de laatste verkiezingen. Ja, Tine, maar het is algemeen geweten dat ze niet de correcte opvolgers waren. Hoe weten we dit? De eerste drie opvolgers waren ook Schild en Vrienden. We kunnen hier dus perfect over discriminatie spreken. Discriminatie van 7 jongeren door een van de norm afwijkende mening. Discriminatie van 4 jongeren vanwege hun huidskleur. Want ja, de 4 vervangers zijn gekozen vanwege hun migratieachtergrond, niet vanwege het aantal stemmen dat ze gehaald hebben. Dit is een aanval op de meritocratie en is goed voor niemand. 2 van de 4 ontslagen raadsleden bleken ook trouwe abonnees te zijn van uw geliefd kwartiertje. Ik heb het genoegen gehad om met die jongens rond de tafel te zitten en eventjes de zaken op een rij te zetten. Die video komt nog. Ik heb daar 2 sympathieke jonge mannen leren kennen die allebei lid waren van de jeugdraad omdat ze daar ook echt wouden zijn. En niet omdat Dries van Langenhoven hun gevraagd heeft te infiltreren. Het echte probleem is dus de jeugdraad. Maar wie zit daarachter? De Vlaamse regering. De regering bourgeois van de N-VA. Tof dat de N-VA zijn eigen militanten zo snel laat vallen. In het Spaans noemt men dit oikofobie. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De jeugdraad is een verwerpelijk correct rattennest. 2. Black Friday zal u zeker geen geld besparen. Integendeel. 3. Uw stem maakt al 30 jaar niets meer uit. Hartelijk dank om te kijken naar alweer een nieuwe aflevering van de Preek. Abonneer, we hebben het echt van doen. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Dikke shout-out naar een veilig kwartiertje. Een politieke afrekening en een politieke beschadigingsoperatie. Heel selectief uit een dossier. Je kan achteraf die regels niet bijstellen omdat het je toevallig goed uitkomt. Dat is voor niemand goed. Deze procedure is een rommeltje.